Introductie. Een gebouwbrand kan zich snel en risicovol ontwikkelen. Denk maar aan een flashover of backdraft. De brandweer kan een gebouw alleen veilig betreden wanneer de situatie eerst van buitenaf is verkend. In deze instructievideo staat de stap na de buitenverkenning centraal: het veilig binnentreden. Het veilig binnentreden bestaat uit de volgende 6 stappen. Stap 1. Deurprocedure. Stap 2. Temperatuurcheck. Stap 3. Defensieve brandgaskoeling. Stap 4. Offensieve brandgaskoeling. Stap 5. Blussen van brandende materialen. En stap 6. Voorkomen en beperken van pyrolyse. We laten eerst het veilig binnentreden in zijn geheel zien. Daarna volgt een uitleg over de buitenverkenning. Vervolgens komt elke stap van het veilig binnentreden in een afzonderlijk hoofdstuk aan de orde. Voor een goed begrip van de video is het belangrijk dat u het RSTV-model kent en weet hoe u een gebouwbrand moet verkennen. Verder gaan we ervan uit dat u reeds op de hoogte bent van de brandgaskoeling gebaseerde straalpijpvoeringstechnieken.